الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Ik neem jullie mee naar een broeder die we zijn tegengekomen toen we met Ramadan pakketten aan het uitdelen waren afgelopen Ramadan. Deze broeder zijn we natuurlijk niet vergeten. Ik ben weer bij hem langs geweest en wallahi, beste broeders en zusters, het is echt verschrikkelijk koud. Het is 12 uur 's nachts. We hebben even wat kachels voor hem gebracht, een lamp en wat, even wat eten ook. Maar het is echt verschrikkelijk om het gewoon te zien. Deze broeder woont gewoon in een box, al 11 maanden lang, zonder licht en zonder verwarming, deze broeders en zusters. We vragen natuurlijk jullie, we hebben jullie hulp nodig. Is er een broeder of een zuster die niet in, die in huis zit, maar niet erin woont, om deze te verhuren aan deze broeder? Stichting Najiba zal voor de kosten zeg maar opdraaien, wij zullen het gaan betalen inshallah. Maar dat zal deze broeder uit deze verschrikkelijke box halen. En vooral nu de winter komt eraan, het is nu al koud en het wordt nog kouder. Hij heeft geen koelkast, hij heeft geen licht, hij heeft geen douche, hij heeft geen toilet, niks. Het enige wat hij heeft daarop zijn kleren. Dat is het enige wat hij heeft zo vaak. Dus we nemen jullie mee en dan mogen jullie met jullie eigen ogen beschouwen, inshallah. Nou, beste mensen, we zijn aangekomen bij de box. Ik moet ook heel rustig praten. Natuurlijk, we denken aan de buren. Ik laat jullie zien hoe hij woont. Nou, ik ga jullie zijn kamer nu laten zien, beste broeders en zusters. Dit is zijn kamer. Je ziet, heel krap. Hier heeft hij al zijn spulletjes opgeslagen. En dan laat ik jullie nu zien waar hij slaapt. Nou, dit is het bed waar hij slaapt. Subhanallah, millimeters werk om in zijn bed te stappen en om uit zijn bed te komen. Zijn blouses heeft hij netjes opgehangen boven. Zoals u kunt zien heeft hij geen licht. Hij doet het met kaarsjes. Ja. En de kaarsjes. Gisteren hebben we kachel voor hem gekocht. Twee stuks. Dus alhamdulillah zitten er nu wat warmpjes bij. En wat eten. Dus ja, yes, dit is de situatie waar onze broeder woont. De broeder kan natuurlijk niet op belt. Wegens privacy en dat respecteren wij natuurlijk ook. Want hij schaamt zich om zichzelf te vertonen. Waarom? Ja, om deze beelden die jullie niet zien, subhanallah. Dit gun je toch niemand, subhanallah. Gewoon in hartje Amsterdam slapen sommige mensen gewoon nog in de box. Maar beste broers en zusters, weet er iemand die een kamer verhuurt? Aarzel niet, stuur Stichting Najiba een privébericht. Wij zullen natuurlijk voor de kosten opdraaien, inshallah. Samen met de Muhsinin. Laten we deze broeder niet in de steek laten, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. De winter nadert ook en het wordt alleen maar kouder en kouder. Zoals jullie kunnen zien, heeft hij geen toilet, heeft hij geen douche, heeft hij geen keuken, heeft hij geen water. En ga zo maar door, subhanallah. Ik kan jullie vertellen, als hij zijn behoefte moet doen, dan moet hij dat buiten doen. Waar wij gewend zijn, als wij onze behoefte moeten doen, om even op te staan en naar een andere kamer te lopen. Deze broeder, die moet letterlijk naar buiten lopen, subhanallah, om zijn behoefte te doen. Dus, beste broeders en zusters, nogmaals, is er iemand die een kamer beschikbaar heeft voor deze broeder? Stuur Stichting Najiba een privébericht, maar nader ons zo snel mogelijk. En laten we deze broeder niet in de steek. Mubarak Allah fikum. En daarnaast vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeder geduld te geven en hem bij te staan. Allahumma amin. Mubarak Allah fikum. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
Dus zusjes, jullie hebben gezien waar de broeder woont, subhanallah. Het is verschrikkelijk koud. We zijn vergeten erbij vermelden dat de broeder gewoon 45 jaar lang in Nederland woont, legaal. Dus de broeder heeft gewoon zijn verblijfsvergunning. Maar door zijn scheiding is hij op straat terechtgekomen. De meeste Amsterdammers weten het ook. Ja, je kan niet zo snel een huis krijgen in Amsterdam, ook al lig je in de scheiding. Dus vandaar dat hij ook tijdelijk in deze box moet verblijven. Voor hoe lang weten we niet. Dus vandaar dat wij deze oproep plaatsen. Beste broeders en zusters, mocht iemand een kamer vrij hebben, neem dan alsjeblieft snel contact op met Stichting Najiba Privé. En help deze broeder omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En nogmaals, wij zullen voor de kosten opdraaien. En deze broeder zo snel mogelijk uit deze benarde situatie uithalen, inshallah. En deze koude ruimte, subhanallah. Het is verschrikkelijk koud en de winter komt eraan. En ja, beste broeders en zusters, ik slaap er niet lekker van. En elke broeder en zuster hoort dat te weten. Dus ik zou zeggen, sta op, weet je iemand, neem contact met ons op. Barak Allahu fikum, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.